Hallo kijkers van Palmhavlig, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe Mindtopia aflevering. In deze gloednieuwe video zijn we weer terug op Mindtopia. In deze video gaan wij... meer vertellen over de politieke partij waar ik bij zit. Zijn dametjes en heertjes, jongetjes en meisjes. Zoals sommigen al weten zit ik bij een politieke partij. We zijn nu ook onderweg naar ons hoofdkwartier. Naar ons eigen gebouw en ja, ik ben daar maar lid van en voor de rest niet. In de maand april heb ik gehoord, eind april, zoiets, dan kom de Tweede Kamer binnen Mindtopia. En ja, er zijn al een aantal partijen en ja, ik ben van één van die partijen lid. We hebben hier ook in downtown ons eigen hoofdkwartier en ja, de meeste vragen zich af, Martijn, waar ben je nou lid van? En ja, ik ben lid van een politieke partij, al best lang. En ja, heel veel mensen weten dan nog niet van mij of ja, die hebben het een keer voorbij zien komen. Maar ja, vrijwel weinig mensen weten dat ik lid ben van Liberaal Mindtopia. Nou, dat is de politieke partij waar ik bij zit. En ja, we zoeken nog leden, we zoeken nog mensen. Want ja, trouwens, is dat dit pand? Nee, dat is dit pand niet. Ja, ik dacht even dat dit het gebouw was. Maar ja, ik ben in ieder geval lid van Liberaal Mindtopia. Waarom ben ik daar lid van? Ja, ik werd een keer gevraagd om daar lid van te worden. En sindsdien ben ik daar eigenlijk lid van. Dat was in de tijd toen ik nog een accessoireswinkeltje had in Atlanta. En ja, toen was ik heel actief bezig. En ja, ik was veel in de game bezig. En toen werd ik gewoon gevraagd van... zou het je leuk lijken om... ja, lid te worden. En in de tussentijd ben ik nu al doorgegroeid naar lead. Dus ik kan nu ook oordelen over de aanmeldingen en al dat soort zaken. Toestemming geven. En ja, willen jullie nou ook lid worden van Liberaal Mindtopia? Het is een super toffe partij. Het is gezellig. Het is leuk. En ja, je bent ook gelijk heel betrokken bij de partij. Ja, voor de mensen vragen van, ben je daar nou lang mee bezig? Of, ja, op zich kan je je eigen tijd invullen. En ja, je wordt er niet voor betaald. Het is wel vrijwilligerswerk, maar je kan wel mee bepalen over van hoe Mindtopia gaat worden en dat soort zaken. Wat er allemaal komen gaat in de Tweede Kamer in Mindtopia. In ieder geval, dit is een ministeriegebouw. En ja, ik hoop het gebouw deze aflevering nog wel te vinden. Het is hier ergens, ik heb wel een plot-ad. Maar ja, waar het gebouw precies staat, dat weet ik niet. Dus we lopen even nog een rondje en dan komen we vanzelf. Volgens mij staat het hier op deze hoek, of anders moeten we nog één straat. Zou soms een beetje lek hebben, dan komt dat dan door de hoge gebouwen. Door de almostens die hierin staan en al dat soort dingen. Sommige mensen denken echt zo van, Martijn, waarom heb je opeens een ander geluid qua microfoon? Nou, ik heb namelijk een nieuwe microfoon. Kijk, dat is deze. Ja, ik weet niet of jullie het hebben gezien. En ja, we zijn er. We zijn bij Lieber Appartementen. En ja, Vadim is de eigenaar. En ja, hij doet ook hier appartementen verhuren. Nou, hier zo heb je een mooie welkomstlounge. Ja, hier kan je gewoon praten, kletsen. Allemaal heel gezellig. Meestal staan hier Mr. Sleen achter de balie te durpen. En ja. Dan gaan we nu naar de eerste verdieping. En ja, de eerste verdieping zijn gewoon appartementjes. Volgens mij zijn er nog appartementen te koop bij Vadim. Dus ja, dan kan je dit appartement kopen. Ja, zo'n heel mooi uitzicht, et cetera, vind ik het ook niet. Maar misschien komt dat door het gebouw of dat het er niet mooi uitziet. Maar ja, waarom staat deze deur open? Oh, wacht, we moeten nog een verdieping omhoog. Er zijn twee kamertjes van onze partij. Volgens mij deze. Nou, dan gaan we maar weer naar boven. En ja, daar waren ook geen kamertje van onze partij. Kijk, dit is een groot penthouse. Zou je een groot penthouse willen, dan kan je zeker deze kamer kopen. Ja, voor de prijzen moet je echt bij Vadim zijn. En ja, want ik verhuur dit niet, ik verkoop dit niet. En ja, we gaan nu steeds hoger totdat we bij ons gebouw aankomen. En ja, hier zo is onze eerste kamer. Dit is ons kantoor. Dit is ons officiële hoofdkwartier. Kijk, hier kan je ook gewoon je eigen bureautje claimen. Dan zeg je, nou, dit bureautje is van mij. Ik zet mijn naam op. En ik stop er wat zalm in. En wat ananas. En ja, het zal allemaal wel.
In ieder geval, dit is ons kantoor. Ik vind ons kantoor mooi. Ja. Tijdens de verkiezingen. Ja, kom op deze tv, kom alles te staan, dan komt er gewoon de tv Libera Online Talk. En toen zitten sommige leden hier te kijken van, ah ja, dat is Freddy, die allemaal dingetjes vertelt over de partij. Hier heb je een ladder, een boekenkast, kan je gewoon opklimmen. En voor de rest, ja, is hier niet zo heel veel te doen. En er lopen hier criminelen rond, dus we moeten wel een beetje uitkijken. Nou, voor de rest heb je hier nog een mooi bureautje en allemaal dat soort dingen. En dan gaan we nu gewoon voorzichtig gaan naar beneden. Naar boven, want wij hebben hier namelijk ook nog meer toffe dingen. Trouwens, oh ja, dat is gewoon een bureaustoel. Ik dacht, wat is dat? Is dat nou een geheime deur? Maar dat was niet zo. In ieder geval, we lopen nu naar boven en ja, we zijn boven aangekomen. Maar de enige echte bar... Nou, die bar ziet er wel gezellig uit. Hier zitten allemaal lege of volle flesjes in. Dat heb ik allemaal geregeld ofzo. De vorige keer. Krijg je die dingen nog open? Misschien omdat ik dingetjes in mijn hand heb. Nee, tegenwoordig kan je die brouwerstands niet meer openen. Ah. Oh. Dat is wel jammer, maar ja, het was wel te ver wachten. Nou, dan heb je hier allemaal koelkasten en dat soort zaken. Trouwens zijn deze dingen gelokt. Nee, ik weet het niet. Kijk, hier heb je een oven, kan je eten inleggen. En ja, hier zo doen we meestal vergaderen, chillen. Dit is eigenlijk meer onze chillkamer. Dit is een piano waar ik iedere dag op speel. En dan hebben we hier nog een klein barretje. Voor te vieren als wij in de Tweede Kamer zouden komen. Dan kan je hier gewoon gratis bier halen met al onze leden en lidmaatschappen. Trouwens, we hebben ook een Discord server. Zou je echt lid willen worden, dan kan dat via de link in de beschrijving. Als je lid wil worden of meer informatie over Libera Mindtopia wil hebben. En dametjes en heertjes, jongens en meisjes. Als de Tweede Kamer ze zijn, wil jullie dan alsjeblieft op Libera Mindtopia stemmen op mij, op Fadi. En ja, dan zien jullie mij misschien een keer in de Kamer en dan kan ik jullie daarmee een keer meenemen. Ja... Zoals sommigen ook al weten, komen de zones. Ik weet niet of je een bepaald level of zone nodig hebt om daar lid van te worden. En ja, oh wacht, volgens mij zit Penthouse, of niet? Trouwens, ik loop gewoon nu een random gebouw in. Daar word ik opgesloten. Nou jongens en meisjes, we gaan er gauw uit. In ieder geval, dit was de video over, over de politieke kamer. En dat ik daarbij zit bij Libera Mindtopia. Wil je nou ook lid worden van een partij? Dan moet je gewoon even op zoek gaan naar Libera, naar partijen. Maar ja, het liefst wil ik gewoon dat je je aansluit bij Libera Mindtopia. We zijn open voor iedereen, dus kom er gezellig bij. En dan zeg ik zoals altijd, later.